We staan hier voor de Madonna van Joris van der Palen, van Jan van Eyck, uit 1436. En ik sta hier met Robrecht Pillen van Natuurpunt Damme. Robrecht, we staan hier omdat we vandaag inzoomen op die mooie vogel tussen Maria en haar zoon. Kun je vertellen wat dat voor vogel is die we zien? Ja, dat is duidelijk een halsbandparkiet. Een beetje verrassende keuze van de schilder, omdat deze vogels niet inheems zijn. Het zijn geen inheemse soorten. Ze halsbandparkieten broeden in de omgeving van Indië, van Centraal-Afrika. Het is dus een duidelijke soort die in warmere gebieden broedt. Wat ook opvalt, en dat klopt zeker niet met het karakter van die vogel, is dat hij daar heel mak zit, heel tam zit. Maar in feite is dat een, ja, laten we maar zeggen, een vrij agressieve vogel. Een luidruchtige vogel die ze zeker niet op die manier zou poseren. Het schilderij is enorm gedetailleerd en fijn geschilderd natuurlijk. Met heel veel realisme voor alle materialen en elementen. Ook de halsbandparkiet ziet er op het oog heel realistisch uit. Het is in elk geval zeer natuurgetrouw geschilderd. Je kunt er de fijnste details op terugzien. Met zo'n halsbandparkiet is een vogel van ruim 40 centimeter. Met een heel lange staart, een wegvormige staart, typische kleuren van een papegaai ook. Maar je ziet ook aan de details dat dat werkelijk naar voorbeeld geschilderd is. Een van de heel fijne zaken bijvoorbeeld is die oogring. Rond het oog van die vogel heeft een rode oogring en die is perfect weergegeven. Je kunt ook zien dat het een mannetje is, een prachtkleed noemen we dat dan. Aan de hand van het ding is de zwarte keel, de zwarte kin. En die verder loopt in de typische halsband dan. En die in de nek licht rood wordt. Dat is een heel fijn streepje bij die vogels. En als je dicht naar het schilderij gaat kijken, dan zie je inderdaad in de nek dat die aangebracht is. Ja. Maar het is een perfecte weergave. Hij is bijzonder. Ik denk in deze tijd inderdaad ook is hij bijzonder. Hè? Dus we weten wel dat hij gehouden werd. Vooral aan het hof was er wel een traditie. Verrijkt ook de betekenis van het schilderij. Ja. Ja, de status van die vogel is ondertussen serieus veranderd. Van naar kooivogel is hij geëvolueerd naar een exotische broedvogel eigenlijk. Maar het blijft een exoot in ons land. Hè. En ondertussen zijn ze aan het uitzwermen over gans België, over gans Vlaanderen. Ook in Brugge zitten er ondertussen. Er zit een ganse populatie al in het Minnewaterpark, een Beheinhof ernaast. Maar, als ze aanwezig zijn, dan ga je ze steeds gemakkelijk kunnen horen. Ja, dus dat is eigenlijk ook wel heel, heel mooi, Robrecht, dat die halsbandparkiet die hier in deze context door Van Eyck weergegeven is, als een soort van ook wel symbool, maar ook status aangeeft aan de opdrachtgever van dit schilderij. Maar ook allerlei symbolische betekenissen heeft. En in ieder geval dus super bijzonder is. Dat we die nu, als we hier de deur uitlopen, zo gewoon buiten tegen zouden kunnen komen. Zouden we kunnen tegenkomen, ja. Ja. Dat klopt inderdaad.